zien. Verbinden is dus de rode draad van deze avond. En ik wil jullie... Oranje, ook co-founder van Nummer 5 Foundation en actief in TechLink. Van harte welkom. Van harte welkom. Ik vertel meteen even een leuke grap. Want ik zie dat Constantijn ook helemaal in black is. Dus de Blue Navy... Twee boeken geschreven, tentoonstellingen gedaan, je hebt op televisie optredens gedaan, je hebt 400.000, ik weet, kan ze allemaal niet tellen, volgers, je hebt mensen geïnspireerd, je doet ook nog een studie. En als ik zeg dat ik trots op je ben, is dat een enorme understatement. Ja, jij dus. In het veranderen, anders hadden je deze prijs niet gekregen. Ik denk wel dat je af en toe ook moet toelaten dat je gevierd wordt. Ik weet dat je hier een beetje duaal hierin zit. Dat je dit soort evenementen, dat je liever achter je laptop zit of liever in een dialoogsessie dan hier op het podium staat. En dat je ook denkt, deze onderscheiding is niet voor mij, maar is voor de onderwerpen en de mensen waar het om gaat. Maar die krijgen daarbij dus nu ook. Van trots en ik mag jullie dan deze onderscheiding overhandigen. Dankjewel, prachtig gesproken. En dan komen we terug. Ik wil passie blijven houden voor duurzaamheid en ik vind het heel leuk dat de laatste dingen ogen. ik denk dat de laatste tijd heb ik echt ook een soort extra interesse en extra diepgang gevonden in dus duurzame fashion. En dus inderdaad met Malima Lima, met het kinderboek. Ja, ja, ja.